Ja, die is klaar. Goed, en erop. Zo, gewoon aan die lange, die lange, die lange. Hup, kom. En kom, kom. Yes, op die kom. En speed, speed, speed. Speed, kom. En terug keer in. En oranje, kom. Goed, erop. En die laatste bal, die kom. Hij is binnen, kom. Hup. Ja, goed. Ik ben Davy Roef, 24 jaar en doelman bij Waas van Beveren. Persoonlijk kan ik niet klagen, denk ik. Ik heb een aantal goede wedstrijden gespeeld. En, ja, zoals je zei, de ploeg heeft nog niet kunnen brengen wat de mensen verwachten. En wat we zelf ook verwachten. Maar ik kan zo hard blijven werken elke dag op training, dan komt dat wel in orde. Hard werken en dat elke dag opnieuw. Dat is wat Davy Roef bij Waasland-Beveren doet. Zijn prestaties zijn er ook naar. Roef is het seizoen uitstekend gestart. Zo goed dat het ook Roberto Martinez opviel. De bondscoach haalde de Beverse doelman bij de selectie van de Rode Duivels. Ja, dat was toch wel spannend, omdat het is toch niet met de minste namen dat je mag gaan trainen. En, ja, toch ook wel een kleine verrassing, omdat je speelt bij Waasland-Beveren en je wordt opgeroepen met spelers die daar met Manchester United of Chelsea of Real Madrid spelen. Dus het is wel een kleine verrassing, maar ja, ik was heel blij en heel fier op die selectie. Heel! Kom maar! Ja dan! Goeie bal, Davy! Ik denk dat het logisch is dat ze daar drie, vier keer sneller gaat op training in de wedstrijdjes. Dat de spitsen misschien iets properder afwerken. Ik denk dat het logisch ook is. Ze spelen niet voor niks met die topclubs. Maar ja, dat is nu helemaal zo. En, het is niet dat ik mij hier beter voel of met een dikke nek rondloop dan ervoor. Dus, ik probeer gewoon elke dag hard te werken, of dat nu met Eden Hazard is of met Alexander Boljevic. Dat is voor mij allemaal hetzelfde. Wat is het verschil tussen Davy Roef en een wereldkeeper als Thibaut Courtois? Oh, ik denk vooral heel veel details nog. Je ziet dat hij in alle details, in alle positie nemen, ook niet zoveel risico's nemen. Hij kan heel goed inschatten wat hij op welke manier moet doen en wanneer hij het moet doen. Hij maakt niet de minste fouten. Het is daarom ook dat hij bij Real Madrid speelt en niet op een lager niveau. Roef droomt er natuurlijk van ooit opnieuw geselecteerd te worden voor de nationale ploeg. Om dat voor elkaar te krijgen zal hij op een hoog niveau moeten blijven presteren en nog beter moeten worden. Bij Waasland-Beveren heeft Roef zonder twijfel al een aantal grote stappen voorwaarts gezet. De grootste stap vind ik zijn persoonlijkheid. Als je Davy in het begin niet zag toekomen, dan zei je van verdorie, Davy moet een beetje zich vermannen. Maar als je nu Davy ziet, er staat iemand, er staat echt iemand op het terrein die oninneembaar is momenteel. Dat is het positieve verhaal van Davy eigenlijk. Hij pakt alles perfect op en je ziet ook, hij loopt gelukkig rond. Dus dat maakt hem ook zo. Hij gaat nog stappen zetten. Als hij er zelf in gelooft, gaat hij nog stappen zetten. En hij gaat dat doen, daar ben ik 100% van overtuigd. Doelmannen worden doorgaans afgerekend op cijfers, het aantal tegendoelpunten en clean sheets. Roef's ambitie voor dit seizoen is dan ook weinig verrassend te noemen. Heel de verdediging zoveel mogelijk clean sheets halen. Ik zit nu aan 2 in dit seizoen. Vorig jaar was dat voor mij persoonlijk waren het er ook 2 op een heel seizoen. Dus we hebben dat al geëvenaard. We hebben nog veel wedstrijden om dat te overtreffen. Dus we gaan ons best doen om zoveel mogelijk clean sheets te halen. Ik ben sinds enkele weken geleden SLO geworden van Waasland-Beveren. SLO is eigenlijk de Engelse afkorting van Supporters Liaison Officer. Een beetje vrij vertaald naar het Nederlands, Supporters Coördinator. Een verbindingspersoon tussen de club en de supporters. In het buitenland is die functie eigenlijk al een tijdje invoegen. Sinds vorig jaar of het jaar daarvoor heeft ook de UEFA die verplichting opgelegd naar de clubs om een Europese licentie te krijgen. Nu dit jaar heeft de Pro League die lijn doorgetrokken naar hun clubs. En nu is ook elke eerste klasse club in België verplicht om een SLO in dienst te hebben.
is vooral de bedoeling dat ik heel veel informatie ga krijgen van de club, enerzijds. En anderzijds dat ik heel veel informatie krijg van de supporters. Dat ik met de vragen van de supporters naar de club kan toestappen en frustraties kan wegwerken bij supporters. Dat kan over kleine, banale dingen gaan, maar niet onbelangrijk voor veel supporters. En een tevreden supporter zal ook terugkomen naar de Freetiel. En iemand die alle weken gefrustreerd is, die gaat na een tijdje wegblijven. Heel veel zaken die ik nu als SLO uitoefen, deed ik eigenlijk ervoor. Ook al als voorzitter van de supportersfederatie. Die taken zijn een beetje overgeheveld nu naar de taken van SLO. Dan praat ik over het opvolgen van het aantal bussen op verplaatsing, het opvolgen van het aantal supporters, ticketverdeling bij uitwedstrijden. Mensen met beperkingen, waarbij vragen komen van hoe raak ik met mijn rolstoel in het Freetielstadion. Je hebt hevige supporters, je hebt rustige supporters, mensen die terechte kritiek hebben, misschien soms onterechte kritiek hebben. En het is ook belangrijk om een klein voorbeeldje te geven. Je komt bij uitwedstrijden kom je op tribunes waar geen staanplaatsen zijn. Mensen willen staan, er zijn mensen die willen zitten. We moeten daar een evenwicht in vinden van ja, we plaatsen de mensen op een bepaalde plaats om te staan. Daar zitten, dat niet iedereen voor elkaar gaat staan, want dan komt er vrevel. En het zijn die kleine frustraties die ik zeker wil wegwerken als SLO. Heel veel mensen kennen mij en hebben mijn telefoonnummer en mailadres. Dus ja, we gaan eraan werken om het iedereen zo fijn mogelijk te maken op de Freetiel. Het is al een paar weken dat we er heel kort bij staan. En uiteindelijk voor een paar centimeters of een paar minuten lukt het niet. Dus laat ons hopen dat het deze keer wel zal lukken. Vreet de situatie een beetje aan de groep? Nee, dat voel ik helemaal niet. En onze prestaties bewijzen ook dat we er vol voor gaan en dat we niet onder de indruk staan van het klassement. Dus nee, op training ook heb ik deze week een gefocuste groep gevonden die er alles voor wil doen om die eerste drie punten binnen te pakken. Ja, want op zich, thuis hebben jullie nog niet verloren. Dat moet toch wel een beetje zelfvertrouwen geven voor de match tegen Charleroi? Ja, niet alleen dit, ook het feit dat we meerdere kansen hebben gecreëerd tegen Eupen, het feit dat we niks hebben weggegeven. Al twee matchen op rij geven we heel weinig of niks weg. Dus dat geeft allemaal een positief gevoel. En nu moeten we natuurlijk die positief gevoel in een overwinning vertalen. Ja, inderdaad. En tegen Eupen, het is ook dezelfde opstelling dit weekend. Is dat de sterkste of de meest optimale? Kijk, we spelen pas binnen twee dagen, dus mijn opstelling ken ik zelf nog niet. Dus ik spreek nooit op voorhand over de opstelling of over de selectie of zo. Dus dat is voor de dag voor de match. De Crossbar Challenge, of eenvoudigweg latje trap. Vijf pogingen van buiten de 16 om de deklat zoveel als mogelijk te raken. Spelers en staf van Waasland-Beveren gingen de uitdaging aan. Deze aflevering aan de beurt, centrale middenvelder Paul Keita. WBTV werd mede mogelijk gemaakt dankzij deze partners.